Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je wilde altijd graag die ene grote zonde begaan, maar je doet het niet, omdat het heel haram is. Ik heb toch de oplossing voor jou. Ik ga namelijk vertellen wanneer een grote zonde begaan is toegestaan. Luister, wanneer je die zonde wil begaan, doe het ergens waar Allah jou niet ziet. Het is toch beschamend als je het doet terwijl Allah naar jou kijkt. En als je het doet, dan moet je niet van zijn gunsten leven. Hoe kun je zo ondankbaar zijn om tegen zijn wil te handelen en toch van zijn gunsten te genieten? Broeders en zusters, laat het motief om zonde te doen de schaamte tegenover Allah subhanahu wa niet overwinnen. Wassalam.